Europa begint hier, in Breda, in Brabant, in Nederland, met gewone dingen, voor gewone mensen, die 27 uur van Europa die ik heb mogen meemaken, op 12 verschillende plekken in Nederland, breng je aan het licht dat Europa onderdeel is van het dagelijks leven van bijna iedereen, soms op hele onverwachte manieren. Voor sommige mensen heel evident, een boer, een vrachtwagenchauffeur, een student, een filmmaker, een schrijver, een sportman, die zien het meteen. Maar andere mensen zien het weer niet. Die komen het alleen maar tegen als je erover praat. En daarom moeten we er ook meer over praten. Met andere woorden, een sterke houding in Europa begint met een meer zelfverzekerde houding in Nederland. En begint ook, zeker voor de sociaaldemocratie, met het herontdekken van wat we gepresteerd hebben vanuit het verleden. En als we dat zien, wat onze grootouders en ouders gepresteerd hebben, dan hoeven we niet zo pessimistisch te zijn over wat ons te doen valt. Want ja, er zijn grote uitdagingen. Denk maar aan het klimaat. Denk maar aan de structuuromvorming. Denk maar aan de vergrijzing. Al die dingen. Dat zijn grote uitdagingen. En nee, daar komt niet iedereen als winnaar uit. En ja, er zullen mensen die zullen het nodig hebben dat we ze beschermen en helpen en ervoor zorgen dat ze meekomen. Dat is allemaal waar. Is altijd waar geweest in de Nederlandse samenleving. Maar het is niet zo dat de uitdagingen van vandaag zoveel groter zijn dan die van gisteren en eergisteren, dat we ze niet aankunnen. Alleen we zijn soms vergeten wat we eergisteren en gisteren en daarvoor allemaal hebben gepresteerd. En zeker als sociaaldemocratie zouden we dat wat vaker moeten durven zien. Mijn grootvaders, die hebben alle twee als mijnwerkers gewerkt, die kregen niet de kans om naar school te gaan. Die waren helemaal niet dommer dan ik. Maar ze kregen niet de kans. Ik heb die kans wel gekregen. Dat is in twee generaties dat voor elkaar kreeg. Door mijn ouders en door al die andere ouders van de mensen hier in de zaal. Voor onze kinderen en voor jullie is het volstrekt vanzelfsprekend dat je je eigen talenten kunt botvieren in het onderwijs en alles uit je kunt halen wat je eruit wil halen. Maar wat jullie zo vanzelfsprekend vinden, was voor mijn grootouders een droom die ver weg was. En soms zijn we dat iets te veel vergeten in deze samenleving. Ik ben optimistisch over de toekomst. Ik denk dat zeker met mensen zoals jullie, met jullie talent, met jullie wens om de samenleving ook vorm te geven, volgens jullie idealen, dat er echt een goede toekomst van gaan maken. En het mooie van de jongste generatie is, ze hebben misschien niks met Europa en de Europese Unie, maar ze voelen zich, minstens 7 van de 10, Europeaan. Omdat Europa wel hun habitat en speelveld is. Dat maakt mij tot een optimist. En ik verheug me nu op het debat met de zaal. Dankjewel.